er klaar voor? Want het is de omgekeerde wereld vandaag. Jouw eigen coming out. Ja, die van jou. Kom, jij is uit de kast. Gewoon lekker uit de kast komen. We kunnen het huis wel aan je zien hoor. Dat je hetero bent. Met die maniertjes van je. En dat gedrag. Volgens mij moet je me iets vertellen. Stel je maar eens lekker kwetsbaar op naar ons. En vertel ons maar. Wat laat van mensen jij seks hebt? Met wie ga jij naar bed? Je weet wel. Dat willen we namelijk heel graag weten. Want dan mogen wij jou daarop beoordelen. Oordelen over iets dat voor jou aanvoelt als de normaalste zaak van de wereld. Zoals de kleur van je oog. Dan mogen wij zeggen wat we van jou vinden. Ja, ik. En ik. En ik. Nou goed, toen zat ik dus op de bank met mij, zie gewoon lekker te chillen. Wacht even, je vriendin? Je bent hetero? Wat? Wacht even. Wow, volgens mij ken ik helemaal geen hetero's. En nu ga je zeker zeggen dat je verliefd op me bent? Je leven zal zoveel moeilijker worden nu je hetero bent. Volgens mij ben jij gewoon ziek. Arm heterootje. Voelt naar, hè? Iets heel persoonlijks vertellen. En iedereen die meteen al zijn mening klaar heeft? Vooral de mensen van wie je houdt. Maar ja, waarom doen homo's het dan eigenlijk? €1000 gegarandeerd voor de vraag: waarom komt een homo uit de kast? Nee? Niemand? Ik weet het eigenlijk ook niet. Je komt uit de kast omdat iedereen ervan uitgaat dat je hetero bent. Daar ga jij toch ook vanuit? Maar weet je, ik vind heteroseksualiteit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Is het echt geen fase? Je bent echt hetero? Weet je het zeker? Tja, als je hier gelukkig van wordt, dan moet het maar. Als je maar niet zo'n valse hetero wordt, die alleen maar bier zit te drinken en voetbal zit te kijken. Oh! Ja, dan is het goed. Maar alleen dan. UvA Pride out!